Een paar uur begint alweer de 55e editie van de Ken je Rob toch in Zittert. En de Ken je van de Sint-Petersshow die lopen dit jaar de laatste keer met. Ja, en ze zijn er binnen klaar en we waren afgelopen weken aanwezig bij de repetities. Hoe goed hebben jullie geoefend? Heel goed. Hoe goed? Heel goed. Ik zit hier al lang te wachten in de ronde kom. Wat ken ik van de wel verwachten? Draaien. Er zich goed. Welk thema had je dit jaar gekozen voor de carnavalsoptocht? Het thema is vlinders vliegen uit. En het gaat eigenlijk erom dat de kinderen van de Petersschool die vliegen nou dit jaar uit. Want de Petersschool die gaat helaas in augustus gaat die toe. En dat vind je voor natuurlijk allemaal verschrikkelijk. En verwoord je dus dit jaar iets wat daarmee te maken heeft, uitbeelden in de optocht. En de kinderen gewoon dus nu de wijde wereld in. Die vliegen allemaal uit, nou, overal. En ja, vlinders doen dat ook, dus vandaar vlinders vliegen uit. Moet er nog veel gerepeteerd werden voor de optocht? Nou, als ik het zo hoor, gaat het al heel erg goed. Dus nog een beetje goed oefenen. Hè? En de pesk is nog erin. En dan komt dat helemaal goed met de optocht. Ik vind het wel een leuk liedje. En ik kan ze wel leuk op dansen. Het is wel een vrolijk liedje en dat vind ik wel leuk. En wie gaan de repetities? Ze gaan wel goed, ja. Ja. Soms moet we wel ergens aan het werken, maar voor de rest is het goed. Kijk snel heel erg uit naar de optocht. Ja, maar het is wel heel jammer dat het de laatste keer is. Moet je nog veel gaan repeteren, denk ze? Ik denk het niet. Dan vlieg je van de ene naar de andere toe. En vlammen met die vleugels en zing toe de loeloeloeloeloester. Ik wil niet meer wachten. Ik vlieg nu eindelijk zo zoet richting de zon. Ook vanmorgen worden de leerkrachten en de ouders al druk in de weer om de kinderen klaar te maken voor de optocht. Gewoon eens even kijken wie het geeft vandaag. En wie geeft het met het schminken vanmorgen? Heel goed. Ja. Ja, wat zit je precies aan het maken? We maken aan de ene kant een rupsje nooit genoeg, wat voorkomt in een sleetje. En de mannen en jongens krijgen een blaad aan de andere kant. En de dames schrijven en meisjes schrijven bloemetjes. Is waar ik een rupsje met een ronje boek. De groenste blaadjes oudig van de vlinderstroek. Ik oud en oud en oud, hier rupsje nooit genoeg. O, muk, wat waar ik aan die blaverknop. Maar nu ben ik zo groot wie een pin, dat ik geen rupsje meer, maar een vlinder ben. Jullie brengen een vervelend bericht vandaag op een leuke manier. Ja, ja, dankjewel. Ja, het is niet anders en we wilden er toch een leuke draai aan geven nu met de optocht. De school gaat sluiten, jullie vliegen als vlinders weg, of niet? Ja, dat klopt. Ja, allemaal naar een andere school. Kijk je terug op de periode? Ja, ik ben zelf pas voor het derde jaar hier op school. Dus vorig jaar hebben we met meegelopen, hadden we het kinderliedje, het kokkerallebal. En ja, nu hadden we zoiets, willen we toch graag nog een keer met z'n allen nog eens meelopen. Gaan jullie nou dit jaar extra speciaal maken? Ja, dat is toch de laatste keer met z'n allen. Dan vlieg je van de ene naar de andere toe en vlammen. Schmink zit erop, de vleugels hingen eraan. We gaan allemaal gezellig naar de standplaats waar de optocht gaat beginnen. Je gooit die zo meteen de kinderoptocht, gooit je jureren. Hoe gooit je precies op letten als jury zijnde? Opletten op een aantal punten, op een aantal invloed zoeken. Het is allemaal een idee wat uitgebeeld wordt. Heeft het met carnaval te maken? Is het humoristisch? Wie werd de omgeving die betrokken? Dus betrekken ze ook het publiek te bieden of nee? Wie is de afwerking? Is dat met de nodige zorg gebeurd? Dan krijg je nu wel zin. Sommige groepen die zijn perfect georganiseerd. Nog heel mooi qua afwerking. Dus dan krijg je ongeveer al aangeven wat de taal gaat weer. En vind je het een beetje spannend? Ja, ik vind het wel een beetje spannend. En hoe denk je dat de optocht gaat worden?
Ik denk dat het wel leuk gaat worden. Het thema vind ik helemaal super en het leidje wat we ermee hebben is helemaal geweldig. Dus het moet helemaal goed komen vandaag. Heb je ook geoefend op het leedje? Ik niet. Ik heb al een leedje paar geoefend, maar Danske dat, zit er nog niet gans goed in. Oké, nou hopen dat het goed gaat. We hebben nog even, dus het komt goed. Heb ze goed geoefend op de dansjes en het leedje? Ja. Kent ze het helemaal? Ja, ik ken het helemaal. Oké, nou heel veel plezier. Dankjewel. En zit je er klaar voor? We zijn er helemaal klaar voor. Ik kan nu beginnen. Ga je er nog? Ja. Ja? Hoe ging het dansje? Goed. Ja, gaat alles goed? Ja. Is het leuk? Ja, heel erg. Mooi. Doei. En wie beveelt de optocht tot nu toe? Ja, superleuk. Ja, chic. We vingen de gingen ervan. Ja, leuk. Hartstikke fijn weer. Het is fantastisch weer. Dat kost er wel niet beter op. Ik heb het nimmer kapot. En hoe gaat het in de optocht? Goed. Heb je nog geen pijn aan je voeten? Nee. En kun je dansen goed? Ja, en liedje ook? Ja. De optocht zit erop en wordt zeer geslaagd. En de vlinders van de Sint-Petershow zijn uitgevlogen en we gaan even een drankje met ze doen. En dames, wat vonden jullie van de optocht? Leuk. Vond jij hem ook leuk? Ja, ik vond het echt heel leuk en het waren ook heel gezellig. En wie ging het dansje? Het ging heel goed, maar je kon soms niet draaien omdat er overal vleugels om de her waren. We zijn heel gerust eigenlijk op de ganse groep. We hebben het geweldig gevonden, echt genoten. Ja. Reacties van het publiek een beetje gezien? Ja, absoluut. Ja, we gingen echt spontaan met klappen en het leedje veel en super smaak. Dat was geweldig. Terugkijk op een schone optocht. Absoluut. Ik wou eigenlijk dat ik kon zeggen volgend jaar weer, maar ja. Helaas. Maar toch wel een mooie afsluiting dit. Absoluut. Zeker weer. Ja. Dankjewel.